Goedemiddag iedereen, ik ben Cleo. Ik ga het vandaag hebben over mijzelf, seksuele grenzen, seksuele overname zogenaamd en mijn demonen. Ik weet niet waar ik moet beginnen. Ik zal ten eerste zeggen dat het een zeer gênant verhaal is, maar dat ik er een bepaalde algemene relevantie van inzie voor onze tijd, omdat we een bepaalde mindset hebben waarvan we denken dat die heel normaal is. En daarom ga ik mijn verhaal vertellen. Degene die bij mij op Facebook zitten en ik weet niet of ik die video's ook op YouTube heb geplaatst en dat mensen die kunnen zien, maar die dat al hebben gezegd, hebben gezien, die zullen al wel een beetje ontwaakt zijn. Maar ik ga toch vertellen nog een keer en uitgebreider, ook een beetje antwoord op bepaalde dingen. Ten eerste heb ik in een psychopaat en narcistisch pleeggezin gezeten. Pleegvader was psychopaat, pleegmoeder was narcistisch. En er was onder andere seksuele uitbuiting, maar ook moordpogingen. En toen ik daar pas woonde, ik was toen 7 jaar, bijna 8. En mijn pleegvader had mij misbruikt, ben ik naar mijn pleegmoeder gegaan. En ik heb gezegd van, ik heb gesuggereerd dat er dingen gebeurden die niet klopten. En mijn pleegvader werd dan heel kwaad op mij. En mijn pleegmoeder deed er gewoon helemaal niks aan. En later, toen ik ouder was, toen ik tiener was, dan riep ze zelfs midden in de tuin door de hele buurt heen dat mijn pleegvader mij moest maar gaan neuken en zo. En de reden waarom ik dat zeg, is omdat dat een bepaalde les versterkt onbewust. Namelijk dat anderen over jouw seksualiteit mogen beschikken en dat je seksualiteit een publiek goed is. Onbewust denk jij dat, omdat jij wilt niet dat die pleegvader aan jou zit, jij voelt je daar niet goed bij. En toch gebeurt het en dan is het zo van, blijkbaar mag hij aan mij kunnen zitten als hij dat wilt. En dan gaan jouw grenzen kapot. Dus bewust had ik juist heel sterke grenzen. Dus ik was niet tegen seksualiteit, maar ik wilde alleen met de ware. Maar toen een destijds beste vriend, een psychopaat, als die toen aan mij zat, terwijl ik eigenlijk heel vaak had gezegd van ik wil geen relatie met jou, ik wil geen relatie met jou, ik wil geen relatie met jou. Maar toen hij toch concrete actie begon te ondernemen in een bepaalde situatie, waarvan ik dacht van er zal wel niks gebeuren, en ik heb al vaak genoeg gezegd dat ik niks wilde, dan kon ik geen nee zeggen. Juist omdat mijn seksuele grenzen beschadigd waren. Het is alsof jij niet nee mag zeggen, omdat je dat in je jeugd hebt geleerd. En daar maken ze misbruik van. Dus ik heb het wel destijds nooit zo ver laten komen. Altijd een excuus die 2 keer dat er iets is gebeurd, dat bewust gebeurt. Heb ik altijd gezegd van ja, ik heb mijn regels of zo. Dat ze niet te ver gingen. Dat ik zo het belangrijkste in mijn ogen, dat ik dat altijd nog had. Dat was dus ook een illusie. Maar ze hebben in dat gezin extra die grenzen kapot gemaakt, die seksuele grenzen. En waarschijnlijk hebben ze ook Devil's Breath gebruikt. En hebben ze hem geprostitueerd. Tenminste binnen het gezin. Ik weet niet hoe ver het is. Want natuurlijk heb ik daar geen herinneringen aan. Ik herinner me wel bepaalde bizarre situaties. Als dat per ongeluk, als ik dan niet gedrogeerd was of zo. Ik ga het er even over zwijgen. Er waren heel veel rare dingen in dat gezin. Ik ga erover zwijgen. Maar ik merkte destijds eigenlijk al tijdens het misbruik dat seks me eigenlijk helemaal niks doet. Lust doet me helemaal niks. Ik voel het, maar het interesseert me geen bal. Nu heb ik geleerd met tweelingzielcontact, telepathische seks met daadwerkelijke liefde, dan doet het me wel wat. Dus als er iemand tegenover mij staat die echt van mij houdt, en ik hou echt van die, dan is het iets heel anders. Maar ik heb ook gemerkt dat ik echt een leeg vat ben. Een leeg vat.
Als bijvoorbeeld X Y doet, kan het zijn dat ik dat leuk vind. Maar als Z Y doet, exact hetzelfde, dan vind ik het niet leuk. Het is alsof ik hun beleving en hun verwachtingen voel. Als zij denken of zij vinden het leuk, dan voel ik opwinding. En als iemand exact hetzelfde doet, maar dat niet ervaart, dan voel ik niks. En ik heb dat gemerkt, bijvoorbeeld met mijn pleegvader ten opzichte van die twee mensen die mij misbruikt hebben. Alleen, meerdere mensen hebben mij misbruikt, maar dat ik bewust was. En ik heb ook gemerkt dat als ik tegenover een partner ben die geremd is, dan ben ik ook geremd. Als iemand in overgave is, dan kan ik ook in overgave zijn. Ik kan nooit verder zijn dan degene die tegenover mij staat. Dus ik zeg dat ik demiseksueel ben. Dus dan ben je alleen seksueel als er een partner tegenover je staat. Een partner tegenover je staat. Als je aseksueel bent, ben je nooit seksueel. Nou, ik weet eigenlijk niet of ik wel demiseksueel ben, want eigenlijk van mezelf voel ik gewoon helemaal niks. Want op het moment, ik moet echt seksuele gevoelens van iemand channelen, dus hun gevoelens overnemen, om zelf seksuele gevoelens te kunnen hebben. En als de ander geen seksuele gevoelens opeens heeft en de stekker eruit trekt, telepathisch, dan heb ik ook geen seksuele gevoelens. Dus zonder de ander is er gewoon niks. En ik weet niet in een zekere zin of dat nu normaal is. Ik denk dat het een heel stuk normaler is dan wij zouden denken. Of het 100% normaal is, dat weet ik niet. Maar het is wel veel normaler dan we zouden denken. En toch wond ik mij vroeger zelf wel eens op om het zomaar cryptisch te omschrijven. Waarom? Omdat ik dan beter slaap. Ik werd er moe van. En ik lag altijd uren en uren wakker. 3, 4 uur wakker voordat ik in slaap viel. En het was mijn slaapmedicatie. En dan kwam ik op de unief. En er werden allemaal van die mannen verliefd op mij. En ik was het kotsbeu. Waarom? Omdat ik telepathisch, ik ben een empath, een hooggevoelig persoon. Ik neem andermans gevoelens over. Dus als iemand verliefd op mij is, dan is het alsof ik verliefd ben op die. En ik was dat beu om elke keer in die dynamieken terecht te komen van dat ik dacht van ben ik nu verliefd op die persoon? Ik wil helemaal niet verliefd zijn op iedereen. Ik wil maar één ware. Ik wil niet 10.000 mensen verliefd op zijn, niet eens verliefd op zijn. Ik wil gewoon maar één persoon. En in 2004 was ik het zo beu dat ik mentaal een grens heb gesteld. Dat ik mij niet emotioneel wilde openstellen voor de gevoelens van mannen die niet mijn ware waren. Baf, een grens. En wat merkte ik op? Heel bizar, heel bizar. Normaal was ik één dag voor mijn regels. Dus in Belgen zeggen regels, Nederlanders zeggen ongesteld. Was ik altijd opgewonden. Dan had ik behoefte aan. En dat was ik opeens niet meer. Baf, weg. Als ik mezelf opwond, had het geen effect op mij in slaap vallen. Het is alsof er geen energiegebrek meer was. Ik werd compleet aseksueel of demiseksueel en wilde niks meer te maken hebben met opwinden. Ik kon echt jaren en jaren zonder seks of opwinding. Was daarvoor eigenlijk ook al, maar toen had ik het als slaapmiddel nodig. Mijn interpretatie, ik denk dat jullie me wel voelen aankomen, de mensen die wel eens naar mijn video's hebben gekeken. Ik heb het al gehad over incubi en succubi. Dat zijn de seksuele demonen die energie aftroeven. Herinneren jullie degene die op mijn Facebook zitten, de kwaadaardige en de buitenaardschoten pupillen van mijn verkrachters? In mijn jeugd had ik dus onbewust geleerd dat iedereen me seksueel mocht uitbuiten. Ik moet me aan iedereen kunnen geven. En die seksuele demonen maken daar misbruik van. Die leven op de schaamte en het onbehaagde energie. Als jij
Je geeft aan mensen en situaties die niet bij je grenzen horen, waar jij je eigenlijk niet goed bij voelt. Herinner je eerdere video waarin ik zei dat in deze maatschappij over onze grenzen voor seks kunstmatig opengebroken worden en we onze seksualiteit tot iets publieks maken? In plaats van heel heilig en privé, door bijvoorbeeld, oh, je moet met iedereen kunnen experimenteren, met iedereen doen, terwijl dat niet normaal is. Inclusief masturberen. Oh, je moet masturberen, dan leer je jezelf kennen. Nou, ik ben daar dus tegen. Ondanks. Ik ben daar dus tegen. Zeker als het niet gericht is op telepathisch of contact met de ander. Een grote liefde vooral. En als het op lust uit is. Of als het dus niet liefdevol en dus kaapbaar is. Omdat je weet dat het eigenlijk niet goed is. Dus ik heb wel zoiets van, als jij denkt, eigenlijk is het vooral als de ander, mijn tweelingziel, aan mij denkt. Beschaamtelijk, maar oké, dan heb ik zoiets van, ja oké. Dat gaat voor mij over liefde. Maar in alle andere gevallen moet je daar niet mee bezig zijn, vind ik. Ik denk dat het heel schadelijk is, want je wordt steeds meer verslaafd. En die demonen, om het zo maar te noemen, die succubi en die incubi, die profiteren daar gewoon van. Ik hoop dat ik het niet ga vergeten, maar ik zal proberen weer die link van The Real Ask The Real Jesus eronder te plakken. Die had ook iets gezegd erover dat dat niet normaal was of zoiets. Dus als er geen oprechte liefde is, dan voelen we dat dus onbewust. Dat er een onbehagen is, omdat we weten dat we niet goed bezig zijn, dat heb ik al gezegd. En dat nodigt dus die energiesnoepers uit, om daar misbruik van te maken. En daarom is onze maatschappij vol lust, omdat zij dan de energieboost krijgen van onze onbehagelijke seks. En wat ik ook wil zeggen is, vlak voordat ik in mijn eerste kamp terechtkwam, hebben zo bepaalde mensen geprobeerd mijn energetische grenzen voor seks open te breken. Nou, ik heb in 2004 radicaal de deur dichtgegooid. En dat ik in de eerste keer in een kamp terecht kwam, was in 2006, 2007. Ik zou bijna beginnen conclusies trekken. Dan wil ik iets tricky zeggen. En ik weet niet zeker of ik het durf te zeggen, maar ik ga het doen. Ik heb nu blijkbaar ook al heel veel rare dingen gezegd. Dus ik had al gezegd dat spirituele media het hadden over de vierde dimensie. Ik heb een dagend inzicht, denk ik. Ik zeg niet dat het volledig is, maar ik heb een dagend inzicht. Dat die dark twilight persoonlijkheden, die zijn dood qua hartchakra, qua liefde. Misschien zijn ze meer dood dan ik besefte. Narcisten en psychopaten leven op schaamte, schuld, angst, energie van anderen, zoals vampieren leven van bloed, leven zij van de emotionele energie van andere mensen, negatieve gevoelens van andere mensen. In de Nachtwacht, een programma op Catnet, dat is een kinderprogramma wat toch wel volwassen genoeg is om ook voor mij om naar te kijken, heb je Vlad de vampier, en die is dood, kan onzichtbaar worden, leeft in een andere dimensie waar geen tijd geen rol speelt. En dus in het dodenrijk. Als ik kijk naar geliefden met bepaalde ervaringen en een undercover kampmedewerker, dan voel ik schokkerende dingen aan. Namelijk dat ze niet echt bestaan, die narcisten en psychopaten. Ik zeg het hardop. Of demonen, moet ik ze demonen noemen. Tenminste in die kampen. Dus ze hebben een obsessie met emotioneel of levend zijn. Voor hen zelfs meer absoluut dan emotioneel levend zijn. Alsof ze helemaal niet bestaan en de grond onder hun voeten wegzakt. Ik heb bijvoorbeeld die geliefde. Die is meer gericht op seks dan ik. En eerst dacht ik van oké, ben ik daar wel voor? En ik weet ook nog dat in het begin, toen ik erachter kwam dat ik een professionele beroepshoer was, dat ik bijna blij was, omdat ik voelde dat dat voor hem belangrijk was.
En ik dacht van oké, want ik voelde me eerst toen hij voelde dat ik misbruikt was en dat ik geremd was, voelde ik me eigenlijk minder waardig voor hem. En in normale omstandigheden zou ik gezegd hebben van oké, fuck you, jij bent niet de ware voor mij, maar iets in mij bleef me aan hem binden en voelde zich zelfs minder waardig. En toen ik erachter kwam dat ik een professionele beroepshoer was al 80 jaar lang, dacht ik van oké, dan ben ik tenminste goed genoeg voor die en die persoon. Terwijl ik het eigenlijk heel erg vond. Maar die is dus meer gericht op seks dan ik. Want via de seks voelde hij of iemand emotioneel levend is en dus liefde heeft of alleen maar lust heeft. Dus via het seksuele, ik zou zeggen van, hallo, die gaat over mijn grens heen. Het is toch heel normaal om dan seksueel geremd te zijn, dat je niet aan iedereen wilt geven en dat je daar problemen mee hebt. Maar die ziet het gewoon anders. Die ziet het gewoon als een teken van: leef jij als mens? Leef jij in jouw hart? Heb jij echte liefde of heb je alleen maar lust en ben je een psychopaat of een narcist? En toen begreep ik, toen ik dat begon te begrijpen, dacht ik van oké. Wij zijn Polen, we leven in andere werelden. In een zekere zin, we begrijpen elkaar helemaal en tegelijkertijd hebben wij tegengestelde wereldbeelden, maar leren we door elkaars wereldbeeld elkaar de wereld te verruimen in een zekere zin. En die kampmedewerker had ook een schokkerende ervaring. Dus kampmedewerker, hè? Want dat is een ander koffer. En die had opeens de drang tot muziek met hele harde drum, die als een hartslag klinkt. Terwijl het lijkt dat hij helemaal verdwaasd is, alsof hij niet meer weet of hij wel nog wel bestaat gewoon. En ik weet ongeveer wat hij heeft meegemaakt. Dus ja, hij voelde zich de grond onder zijn voeten wegzakken, omdat hij meedeed aan de wanpraktijken in die kampen om niet op te vallen als undercover. Maar dan opeens, naar mijn aanvoelen, dus ik heb geen perceptie daarvan, dat is gewoon wat ik voel, dat hij meedeed en dat hij opeens daar alleen stond. En dat die andere psychopaten en narcisten, kampmedewerkers, er opeens niet waren. En ik heb dat niet gepercipieerd, want als ik dat had gepercipieerd, was ik waarschijnlijk heel hard gechoqueerd geweest en dan zou ik ook kapot zijn. Zoals die geliefde en als die kampmedewerker, die undercover. Maar dus wat ik ook al eerder heb gezegd, van wie het spel speelt van narcisten en psychopaten en in de afgrond kijkt, wordt zelf de afgrond. En sterft tenminste initieel minstens innerlijk van shit, wat is hier aan de hand? En wat ik dan toch als een soort van ondersteuning van mijn theorie zou willen brengen, is dat er een ontwikkeling in de muziek is geweest. Van emotioneel heel erg levend, van de 60s, 70s, 80s ongeveer. Dan was de muziek emotioneel heel rijk. En dan kwam er meer rap en harde drummuziek. Ik noem dat de harde drummuziek om het gewoon algemeen te omvatten. Waarin de beat of life duidelijker is. En dat is meer in de 80s, 90s, nillies. De beat of life. En in shamanistische culturen hebben ze ook heel erg het belang van drummen voor kwade geesten uit de weg te jagen. En in het begin begreep ik niet waarom drummen zo belangrijk was. Maar als jij op een of andere manier begint te twijfelen van, hé, dat nam ik waar en opeens is het er niet meer. Ik ben gelukkig wat dat betreft altijd gedrogeerd geweest dat ik me daar nergens van bewust van was. En opeens is het er niet meer. Je begint te twijfelen aan het bestaan van het leven. En het is juist de heartbeat, de beat of life, de heartbeat, die dan weer zorgt dat je vertrouwt in het leven, dat je weer kunt aarden, dat je zegt van ja, het bestaat. Maar die vierde dimensie, die bestaat niet, die is dood waarschijnlijk. Waardoor mensen de grond onder hun voeten voelen wegzakken en denken van ik heb die heartbeat nodig. En dan hebben ze dus rap, harde rapmuziek of drummuziek, zoals ik zeg maar Tour Limited, ik zeg maar wat. Het is ondertussen wel heel erg verouderd, maar jullie begrijpen wat ik wil zeggen.
En dan heb ik een hele lange tijd dat ik al voorneem dat ik mijn handtamboerijn. Ik heb ook wat drum, niet drumtoestellen, maar ik heb wat drum dingen waar je op kunt drummen. Maar ik ging mijn handtamboerijn. Deze is van de Wereldwinkel. Ik vind die wel heel goed. Ik heb er nog een van de Wereldwinkel. Die ziet er zo uit. Die laatste ziet er mooier uit, maar de eerste geeft een mooier geluid, vind ik. En ik wil dan toch iets zeggen, dat zijn dus handtamboerijnen. Ik vind de resonantie heel erg belangrijk. En voor mij is dat wat ik zou willen hebben als therapeut, als ik ga werken, is een conga. Een conga is zo'n hele grote die zo gaat. En dat is allemaal synthetisch gemaakt. Een kleinere versie is een bonga. Maar je hebt dus ook een djembe. Maar de djembe, daar ben ik eerlijk gezegd minder voor. Ten eerste is dat echt met dierlijk materiaal gemaakt. En dat kan voor sommige mensen een voordeel zijn dat het helemaal natuurlijk is. Maar ik vind dat creepy als half veganist. En ik vind ook wat belangrijker voor mij is dat de djembe is dus niet synthetisch gemaakt. En de resonantie is voor mij minder. En voor mij vind ik het vooral belangrijk dat als je ergens op klopt. Ik weet niet of dat hiermee lukt. Nee, dat lukt niet. Er wordt bij mij gebeld. Ja, sorry. Ik had dus weer aangetekende brief met weer financieel tegenvallend nieuws. Het zal bij mij wel eens weer eens niet eens anders zijn. Ik word financieel gewoon helemaal kapot gemaakt. Maar ik was dus aan het vertellen over mijn handtamboerijn. Alle twee van de Wereldwinkel. Dus ga allemaal naar jullie lokale Wereldwinkel en hoop dat ze daar nog te vinden zijn. Dus ik had verteld over de djembe, over de conga en de bongo. Ik denk dat ik alles daar wel van had gezegd. Dus ik vind de resonantie het belangrijkste. Soms vinden misschien andere mensen de dierlijke afkomst en de link met de natuur belangrijker. Maar ik vind de resonantie belangrijker. Dat je echt het gevoel krijgt van, als je zegt enough of get out, dat echt resoneert alsof de hele wereld daarachter staat. Dat je het voelt in het universum resoneren. Dat niet gewoon hol is, dat je dat echt voelt dat dat teruggegeven wordt. En nu heb ik dus heb ik het inzicht dat misschien de kwaadaardige narcisten hier bij mij, die me elke nacht blijven verkrachten, wat ik ook doe om hen buiten te houden. Dat ik begin af te vragen van zij dat 4D-demonen. Hoe geraken die altijd binnen? Hoe krijgen die het elke keer voor elkaar om mij van alles. Ik weet het niet, ik weet het gewoon niet meer. Ik probeer van alles te doen tegen Devil's Breath. Maar ik weet niet wat er aan de hand is. Maar ik weet wel dat je toestemming moet geven om ergens binnen te geraken. Ook energetisch. Dus het is niet dat die gewoon zomaar binnen kunnen geraken. En ze maken daar misbruik van. En ook om misbruik van te kunnen maken, moet je toestemming geven. Ah, nu bedenk ik me opeens iets wat ik niet heb voorbereid. Wat ook heel erg belangrijk is. Ik ben even aan het denken of het me überhaupt gaat lukken om nu nog te vertellen. Ja. Ik ga eerst even zeggen dat je het voor het leven afgesproken moet hebben. Ik hoop dat ik recht uit ga komen. Maar ik had in 2000. Ah ja, nu zie ik trouwens dat ik mijn armband laat zien. Gisteren liet ik deze zien. Zien die tweede? Dat is dus tijgeroog. In 2011 had ik een ontmoeting met een vreemd persoon. En die kon ook gewoon bepaalde gevoelens bij mij opwekken, waarvan ik dacht van oké, wat is dit hier? Ik bedoel seksuele gevoelens, hè. En ik merkte in het contact met hem dat als ik toeliet mentaal, als ik op dat moment de mindset had van je mag mij bedriegen, je mag me voor de gek houden. Dan deed hij dat. Maar op het moment dat ik mentaal zei, dat mag niet, ik wil niet dat je dat doet,
kon hij dat ook niet doen. Als, dus die hebben, wij denken dat de duivel de almacht heeft, maar dat is omdat wij onbewust leren toestemming te geven aan hetgeen wat hij doet. Of dat we hebben afgesproken dat hij dat ging toestaan, zodat we bijvoorbeeld bepaalde levenslessen konden leren of bepaalde maatschappelijke rollen kunnen spelen. Maar je moet die toestemming geven. Dat is ook wat ze bedoelen met die spirituele oorlog. Ze maken jou extra bang. Zij proberen je te triggeren om jouw grenzen open te stellen. Door bijvoorbeeld subliminaal heel veel van die vallen symbolen te laten zien in tekenfilms bijvoorbeeld. Waardoor mensen veel meer het normale vinden om seksueel open te staan. Of ze laten allemaal seksuele filmpjes zien. Waardoor jij onbewust jouw seksuele grenzen openstelt. En dat is niet alleen op dat gebied. Dat is op alle gebieden voor angst dat we ons niet goed voelen. En dan geven wij onbewust toestemming. Terwijl wij zijn inderdaad heel krachtige wezens. Want als wij geen toestemming geven, kunnen zij niks doen. Maar wat bij mij nu bijvoorbeeld misgaat, is dat er al zoveel is gebeurd waarvan ik niks wist. En waar ik gewoon onbewust zoveel angsten voor had. Rond verkrachting en zo. En publiekelijk naakstaan en weet ik veel wat. Dat ik gewoon op een of andere manier, blijkbaar kan ik het niet bewust aan, want ik ben er nog altijd niet bewust van geweest dat die dingen gebeuren. Dat ik die angsten wil uitzweten. Dus ik geef nu blijkbaar de hele tijd toestemming voor al die kutdingen. Omdat ik mijn angsten wil uitzweten. Omdat ik anders geleefd word door die angsten. En dat ik anders nooit rust vind als ik die angst niet heb kunnen doorzweten en uitleven en loslaten. Dan blijft het altijd in de back of my mind iets waarvoor ik bang ben mijn kracht en mijn macht kwijt te raken. Ik ben even aan het denken of ik rond die situatie in 2011 nog iets anders moest zeggen. Maar dat was een heel raar figuur. En Ik weet gewoon echt dat die heel duidelijk, dat ik heel duidelijk op een gegeven moment merkte dat als ik onbewust zei van je mag me bedriegen, dan deed hij dat. En als ik zei van je mag dat niet, dan lukte het gewoon niet. Dan kon hij daar niet overheen. Misschien ben ik blij dat ik daar toch nog aan heb gedacht, want ik had het voorbereid toen ik in mijn bed lag om daaraan te denken. Maar ik heb het niet opgeschreven in mijn klad. Maar dan ging ik verder met een voorbeeld over dat toestemming geven. Want eigenlijk, nu heb ik het over iets anders. Nu heb ik het meer gewoon algemeen. Terwijl nu heb ik het echt over echt binnen geraken. Dus mijn buren lieten altijd de deuren open, zeiden ze. En dan dacht ik van, oh, dan kan ik dat ook doen. Of ik gaf dan mijn sleutels als ik naar Nederland ging. En dat zijn allemaal van die kleine energetische dingen waardoor jij je toestemming geeft dat zij van alles met jouw kamer kunnen doen. Op je kamer kunnen komen. Ik doe echt letterlijk, hè. Dus en nu doen ze een soort van trick of treat. Dan slaan ze met deuren. En dat doen ze aan projectieve identificatie. Proberen ze op te leggen dat jij binnen zegt. Zo van, poef, binnen. Dus ondanks de rituelen. Kunnen ze dus binnen raken. In plaats van kwaad buiten, dan probeer ik dan maar gewoon te zeggen van ja, oké, als je binnen geraakt, dan moet je je transformeren. Ik heb een hele tijd geprobeerd om te zeggen van je mag niet binnen ondanks projectieve identificatie, maar blijkbaar lukt dat niet als ik slaap of zo. Ik weet het niet. Ik weet dat het allemaal heel raar is wat ik zeg, maar ik wil het toch gezegd hebben. Maar ik probeer dus nu ook te zeggen van oké, als je binnen geraakt, je mag niks met mij doen. Ik weet niet of het lukt, maar goed. Ik zat trouwens ook nog proberen een video te maken over magie. Ik heb ooit in 2014 een tekst in het Engels geschreven. En ik ga dat proberen gewoon weer af te lezen of zo. In ieder geval, ik heb dus een vermoeden dat alle narcisten en psychopaten in mijn leven en in kampen eigenlijk demonen of duivels zijn. En voor mij is een duivel iemand die gewoon echt een slecht opperwezen is. Een demon is een hulpje van de duivel, naar mijn gevoel. Satan is gebonden aan de bron
En die daagt mensen uit om te zien hoe trouw ze zijn aan God. Of om hun te doen onthechten aan spiritueel materialisme, zoals bij Job. Dus Satan is de opposer en die voert de opdrachten van God uit. Dus die is gebonden aan God. Je kunt zeggen de duivel ook, maar het heeft toch een energetisch andere lading. Voor mij staat de duivel toch meer los, terwijl Satan is gekoppeld aan God. De antichrist is, die doet alsof hij Christus is of heel goed is of een complottheorist, maakt niet uit, dat gebeurt dus ook. Maar is eigenlijk een verrader, is eigenlijk gewoon de duivel of iets in de nacht. Ik heb het vermoeden dat narcisten demonen zijn en dat psychopaten duivels zijn. David Icke zegt dat psychopaten de wereld regeren en dat dus shapeshifting reptilians zijn. Niet alleen hij zegt dat. Want in een video van Gigi Jong, waar ik heel lang naar heb moeten zoeken wat haar naam was en wat haar kanaal was, die zegt dat die heeft het dus ook over 4D en die heeft het over de evolutie. Ik ga proberen die video daarin als link hieronder te zetten. Het gaat niet alleen over shapeshifting reptilians, maar het ook over Lemuria of zoiets, waar ik nog nooit van had gehoord. Die zegt dat 4D, dat een soort van realm is, een astrale realm of iets in de aard. En dat ze dan elke keer een andere 3D-schild om zich heen hebben. Dus die anderen hebben het over shapeshifting reptilians. Dus dat echt dat in de materie iets verandert. Terwijl zij zegt dat het waarschijnlijk meer gewoon een andere projectie, hologram bovenop hun 3D, bovenop hun 4D, dat een 3D-schild is. Iets, ik weet niet of ik het goed uitleg, maar iets in de aard. Even kijken. Ik dacht dat ik al klaar was, maar blijkbaar niet. Dus laat je niet gek maken als jij denkt dergelijke ervaringen te hebben. Want eigenlijk moet ik eigenlijk toegeven, toen ik die adviesvideo maakte met die kaart van de ster of zoiets, dat ik iets had over de matrix en dat die sterren, dat die krachten wegtrok. Toen dacht ik van, zou dat daarop slaan? Op die processen van die 4D, zeg maar. En de collapse of the astral and underworld. En toen dacht ik, ja, het zal toch wel meevallen waarschijnlijk. Maar nu ben ik dus sinds gisteren of eergisteren bang geworden dat het wel degelijk daarmee te maken heeft. Daarmee dat ik deze video's ook opneem om, het is heel beschamend allemaal wat ik zeg, maar om jullie, zeg maar, met mijn ervaring, zover ik denk ervaring te hebben, te helpen. Er zijn nog veel meer mensen die over dit soort onderwerpen praten, maar misschien niet op de manier zoals ik het doe. Ik weet, zoals ik al zei, Lichtkind heeft het erover. Die Gigi Jong heeft het erover. John Ramirez, dat is een ex-satanist, die heeft het erover. Er zijn nog wel meer kanalen die het erover hebben. Ik moet zeggen dat ik er ook weer niet voortdurend naar kijk, maar er zijn wel meerdere kanalen die je daarop kunt vinden. Ja, David Icke natuurlijk, dat is de persoon die het er altijd over heeft. Ja, nu zijn ze weer lawaai aan het maken. Ze moeten me altijd bang maken, hè. Dat is ongelooflijk. Ja, dus ik weet even niet welke kanalen er nog meer zijn. Wat ik afsluitend wil zeggen is dat als mijn vorige, waarschijnlijk psychopaten onderbuurvrouw, of misschien zelfs andere, ik weet het niet, want ik ben nergens van bewust, hebben dingen beweerd rond dat ik mij opwind, als je begrijpt wat ik wil zeggen. Wel, ik ga jullie even de grove cijfers geven. Van 2018, ik woon sinds 15 februari 2018 op mijn verjaardag, woon ik op mijn kot, waar ik nu woon. Tot 2021, eind 2021, 18, 19, 20, 21, 4 jaar dat ik daar woonde, heb ik 2 keer aan mijn geliefde gedacht. 2 fucking keer. 2 keer. Of eigenlijk hij aan mij. En toen was ik opgewonden. 2 fucking keer. Maar, zoals ik al zei, in 2020 in het begin is mijn geliefde gemarteld geworden. Is die over seks gemaakt met MK Ultra Mind Control. Sorry dat ik dat allemaal gewoon zeg. Omdat ze weten dat ik dat niet leuk vind. Dat ik geremd ben eigenlijk oorspronkelijk van seksualiteit. Ze hebben al mijn geliefden geprobeerd tegen mij te hypnotiseren. Of de MK Ultra tegen mij op te zetten.
Dus dat is eigenlijk wel heel erg. Die zijn ook allemaal gemarteld geweest. En ze laten ook allemaal, bijvoorbeeld als ik had gezegd van daar en daar tattoos, is allemaal goed en wel, maar niet hier, niet hier, niet hier. Terwijl die nog een hele been leeg heeft. Nou, waar denk je dat ze hem manipuleren voor een tattoo te laten zetten? Nou, dan weten we het natuurlijk wel, hè. Dus, en dan ook wel de lelijkste en de ergste tattoos die je maar kunt verzinnen. Zo'n doodskop bijvoorbeeld. Ja, ik zeg het gewoon allemaal hardop, maar dat is niet gewoon dat die persoon, die had zo'n hele mooie tattoo hier, zodat het als een soort van mouw, en het was zelfs boven de, ja, niet echt aan de handen zelf, maar zelfs daarvoor, dat je dat zelf, als je jouw mouw een beetje opdoet, zo, dat je toch niks zag. Die had er heel mooi getatoeëerd. En die had hier een hele mooie ketting. En nu opeens heeft hij daar allemaal tattoos. Terwijl het echt wel duidelijk was dat dat niet de bedoeling was. Dus, ja. Sommige mensen hebben obsessies. En ik heb het niet over mijn geliefde. Ja, dus sinds dit jaar heb ik daarom meer aan hem gedacht. Of hij eigenlijk aan mij heeft gedacht. Wat zelfs abnormaal voor mij is. Dus dit jaar ben ik wel actiever geweest. Maar dat is eigenlijk niet normaal voor mij en ook niet voor hem. En wat ik ook, dat was dus een derde. En de eerste twee waren trouwens ook misbruikt en geremd. Om te zeggen dat mijn relaties echt niet om de seks gingen. Want de eerste is zelfs zo zwaar verminkt. Dat hij daar waarschijnlijk een bepaald beroep in een bepaald land heeft moeten nemen. Omdat hij gewoon niet van straat zou geraken. Omdat hij geen kinderen kon krijgen. Wat niet wil zeggen dat hij geen oprecht religieuze gevoelens had. Dus die is echt wel heel zwaar verminkt geweest. Als je begrijpt wat ik wil zeggen. Dan, ik heb het al over zijn naam gehad. Ook eerder in deze video, maar ook in andere video's. John Ramirez. Dus je schrijft dat J-O-H-N. R-A-M-I-R-E-Z. Ramirez. Dat is echt een Spaanse naam of zo. Of Puerto Rico of zo. Dacht ik dat ik had gelezen dat hij was. En hij heeft het dus ook over astrale projectie. En astrale projectie is dus. Hij was dus gewoon een levend mens. Is nog altijd een levend mens. En astrale projectie is dat je een out-of-body ervaring hebt. En dat je daardoor soms mensen kunt bezeten maken van jouzelf. Dus ik wilde dat gewoon gezegd hebben. Ik zeg gewoon wat de mensen zeggen, hè. Dus ik geloof daarin. Maar gelukkig ben ik daar niet al te bewust van. Want anders zou ik waarschijnlijk gek worden. Oké, ik hoop dat jullie er iets aan hebben gehad. En ik hoop jullie bij de volgende video te zien. Dag, hè.